Werknemers van het Korps Brandweer Suriname zijn momenteel in overleg nadat ze ontdekten dat hun vergoeding voor zon- en feestdagen niet is uitbetaald. Het gaat om bedragen tussen 2.000 en 6.000 SAD per persoon. Als reactie hierop zijn de brandweerlieden niet langer beschikbaar voor het bestrijden van bos- en grasbranden, waaronder de bosbrand in Wageningen, Nikeri. Bovendien ervaren de brandweerlieden slechte werkomstandigheden, zoals versleten schoeisel, waarvoor noodoplossingen worden toegepast, zegt bondsvoorzitter Wendel Oosterwolde aan onze redactie. Volgens Oosterwolde gaan de acties onverkort door totdat er vanuit de overheid gehoor wordt gegeven. Je kan niet abrupt in een velden of de goederen gaan aanhouden met het norm dat je het niet gaat betalen. We zijn op speaking terms. En dan worden we hiermee geconfronteerd en dat gaan de leden niet accepteren en wij hebben dan de taakje overgenomen. Maar ten aanzien van onze PSU, onze PSU moet nog geleverd worden door de fabrikanten. Het moet vervaardigd worden. Wie dat we vorig jaar ook in staking waren, omtrent zulke zaken. En die gelden zijn al betaald aan de leverancier. Het is een kwestie van tijd om zodat ze worden aangeleverd. De bond is uitgenodigd door het ministerie van Justitie en Politie om de eisen van het personeel te bespreken. Aan de andere kant zijn het wetenschappelijk personeel van de Anton de Kom Universiteit en de bond leraren bij het technisch onderwijs, BLTO, in beraad na afwijzing van een voorstel waarbij bij BLTO de kwestie van niet uitbetaalde overuren in februari wordt aangekaart. De bonden blijven in beraad zolang er geen oplossing is voor hun eisen.